voor deze week vlog. Geef alvast een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Vandaag gaan we. Ga ik stip verwennen. Nou, niet vandaag, voor dierendag. Ja, voor dierendag ga ik stip verwennen. Heel goed. En mijn moeder doet een proefje. En een hele strenge jury. Ja. Warp, 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 warp. Ik ben net klaar met het editen van de zondag video en dat ging dit keer over paardenmuffins bakken. Heb je hem nog niet gezien? Ik zal even een linkje, ik heb mijn handen ook vol, een linkje daar ergens. Ik zal ze weer oppakken. Zal ik even doen en dan kan je kijken naar paardenmuffins bakken. Het is zaterdag, dus tijd voor testerles. En ik ga even opzoeken waar ze is, als ze er is, ergens. En dan kijken hoe ver ze is met zadelen. Het editen duurde iets langer dan gehoopt, dus ik ben aan de rijkelijk late kant. Geef niet, ik vind haar wel, hoop ik. Ze is bijna bij stal. Dan hoop ik dat ze gewoon klaar is met zadelen. En anders ga ik haar even helpen. Ik hoor haar al. Kijk maar. Daar is ze, aan die kant. Het was nu daar, achter. Volgens mij zie ik ook. Tapen. Nee. Ah, dan maak je stroom. Hoe kan je nou naar een kinderfeest gaan als je met paard rijden? Vertel het Donna, hoe kan je dat nou doen? Niet hè? Nee. Kan niet, nee. Je mag een peppertje? Ja. Oké. Ga mijn bel. Joehoe. Nou wel, geef jij maar antwoord dan. Het kind loopt gewoon weg. Hoe gaat het, bel? Heel goed. Gelukkig. Met Tessa ook heel goed? Ja. Ze staan een beetje scheef met de kont in de deuropening. Wel denk je, zoek het maar uit met je martegaal. Die hoef ik niet. Ik ga er wel vandoor. Ik ga wel in mijn eentje iets doen vandaag. Gisteren eerst een soort springles. En nu ging Bianca ook al springen. Dus even kijken wat we doen. Of wat Tess doet, moet ik zeggen. Dat echt springen wordt of dat ze gewoon even wat balkjes gaat draven. Het is wel van rustig aan naar, nou ja, we kijken wel. Het is op zich natuurlijk wel fijn. Lekker aandraven. Daar gaat ze weer. En daar komt ze. Donnetje erachter met Pepper. Tussen E en B, paard de hals laten strekken. De dames zijn even een L-proefje aan het oefenen. Kunnen ze gewoon, geen probleem. Tussen B en M, teugels op maat maken. Tussen M en C, arbeidsgalop links. Nu wordt het lastiger, want bij dan moet je in galop. Bij C, volte 12 tot 15 meter. Rij maar door op de hoefslag. Dorp, hoefslag, dorp, hoefslag. HK, enkele sprongen middengalop. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Donna mag even. Ga maar door. Rust, ontspannen, handen naar voren. Donna mag even op Bella. Maar ik ga het in de krant zetten, echt. Regelmatig krijg ik het horen, we zien jou nooit rijden. Nee, dat klopt, dat is best lastig om zelf filmen. Maar vandaag waren... Zo, hallo Verona. Vandaag waren zowel Donna als Tessa er. Dus Donna heeft voor mij gefilmd, dankjewel Donna. En dan kun je zien hoe ik een proefje oefen. Gaat soms goed, soms wat minder goed. Strenge jury was er ook. Zo, vandaag ben ik onder toezicht van een zeer strenge jury. Genaamd Donna en Tessa. En nou, ik denk dat ik niet ga slagen, want ze zijn heel streng deze twee. Strenger dan andere jury. Dus
Ik ben nu wel een beetje bang. Maar goed, we gaan in ieder geval ons best doen. Oké, we gaan beginnen. A, X, C. Binnenkomen in arbeidsstap. A, X, C. Binnenkomen in arbeidsstap. Stap. Zo, op de volte tussen X en C, arbeidsgalop links aanspringen. Op de volte tussen X en C, arbeidsgalop links aanspringen. EBE, grote volte. EBE, grote volte. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. MXC, van hand veranderen. Enkele passen de draf ruimen. MXC van hand veranderen. Enkele passen de draf ruimen. A afwenden. Daarna arbeidsstap. A afwenden. Daarna arbeidsstap. Tussen X en G halt houden en groeten. Tussen X en G halt houden en groeten. Is stap de rijbaan verlaten. Dank u. Nou, ja, Verona zit vrij. En Kimmetje gaat op bel rijden. Nu even lossen. En ook. Zo, alle dametjes staan buiten. En niemand is er vrij. Jij ook niet. Nee. Vandaag is dinsdag. Ik heb het heel koud. Ik heb echt zijn jas aan en zo. Tessa staat in haar t-shirtje. Nou ja, het zal de jeugdige iets wel zijn, hè? Ja. Ga je doen? Wel verstaan, ik ga zo de les bij Ilse. Nou, dat gaat niemand verstaan, nog maar een keer. Ik ga zo in de les met Bel bij Ilse. Zit in? Ja. Zenuwachtig? Nee. Nee. Nou, succes. Zo, veertje voorop, op een enorme pony. Hoe hoog is dat ding niet? Hoog, hè? Ja. Hallo, Vera. Hallo. Wat is dit? Ik ben een beetje bang voor ongevallen pionnen. Oh jee, wat een drama allemaal. Lekker in de les bij Ilse. Vandaag is dierendag. Ik zat in de auto nog even te werken, want dat is wat ik wel eens doe. En opeens wordt er op mijn raampje getikt. En wat zie ik daar? Een pony. Een pony met een strikje in de haar en een meisje. Hallo Bel, kom je in de auto? Hallo Macy, ja daar ben ik. Ben je er klein genoeg voor? Hallo Macy. Nee, ik denk niet dat het een goed idee is als je in de auto gaat, schatteke. Oh, jammer. Nou, ga jij er maar in de paddock zetten. Ik kom er zo aan, ik moet nog even twee dingen afmaken. Ja, is goed. Oké, tot zo. Doei. Doei. Het waait. Het waait heel hard. Bel en Henja staan even lekker buiten. Bel is vrij vandaag. Henja niet, maar die krijgt vanavond pas. Of die gaat vanavond pas rijden. Schat. Tess die let even op en ik ga Veroontje even zadelen. Dan gaat Tess even rijden vandaag. Want het is dierendag. En buiten dat gaat het dan even wat sneller. En het is ook wel eens lekker, hè? Ja. Op Verona. Ja, precies. Dus Tess rijdt. Oh, vergeet mijn sleutels. Sleutels halen. Het is dierendag. En dat betekent dat Fabienne een hele emmer heeft voor Stip, geloof ik.
En Bel denkt, nou, dat kan wel waar wezen. Klein hapje. Maar ik lust ook wel een hapje. Bel kan echt hele kleine hapjes nemen. Kleine hapjes. Ik zag het. Klein. Ja, ontzettend klein. En nu Stippy. Je neemt hem in één keer. Stippy neemt gewoon een hele appel. Ik denk, kom hier met die appel. Nee, keurig hapje hoor. Niks mis mee. Krijgt hij die hele ton? Ja? Nee toch? Nee toch? Oké, okay, wat denken jullie? Zal ze het halen of zal ze het niet halen? Moet je even je hoofd opzij houden voor hem? Ja hoor, ze doet het gewoon. Hij zit erop. De beugel zit ongelijk. Kijk hè. Even je beugel los. Ja, dat is een Kim en een Tessa beugel. Ik ga even beugels doen. Vandaag is Vroontje een soort vrij. Tess is lekker even aan het rijden. Kost niet heel veel moeite. Je kan ze wel goed bewegen. Lekker licht. Dus dat is lekker voor haar. Voor spiertjes, voor alles. En natuurlijk hartstikke leuk. En ook nog even lekker galopperen. Hiha. Ook op een paard kan je ponyclub spelen. Daar heb je niet per se een pony voor nodig. En lekker samen stappen. Tessa heeft bedacht dat wat ik met beugels kan, dan kan ik ook zonder beugels. Kijk, en Fabienne denkt, dan kan ik het ook. Nou, en Fadi gaat zelfs in galop. Ik weet niet of Tess dat doet. Ja, dat ben ik met je eens. Ik had gezegd, ga maar wat harder. Kijken of het ook lukt. Go test, go test. Ja, het is wel wat harder nu. Verona snapt er niks meer van. Ik ga mijn kop wel omhoog. Hoofd, sorry, anders krijg ik weer 30 reacties. Nee, het is een hoofd, het is geen kop. Ik krijg even een mooie zwart toet ervoor. Oh. Nou, nog galop? Het is makkelijker in galop dan in draf hoor. Als ga je, doe je je beugels in, ga je in galop en dan doe je dan je beugels weer uit. Hoe is het? Dan ga je in galop en dan doe je je beugels weer uit. Nou, het hoeft niet. Het mag. Nou, ze gaat wel in galop. Ik weet niet of ze de beugels uit doet. Ja, ze kan niet stappend galopperen. Nou, misschien ook wel, maar. Ze heeft één beugel uit, zegt ze. Nu de ander. Maar ik zie er. Oh ja, 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 ja. De binnenbeugel is uit. We gaan meteen 10 keer. Zo mogelijk. Kan je ook aan je zadel vasthouden? Nee joh, zo snel val je er niet af. Hey Indy, mijn beurt om de hond uit te laten. Maar Alice gaat gewoon lekker in bad. Daar ben ik. Zoek! Ja, gaat ze. Ze was net zelf er al in gegaan hoor. Nou, die is een beetje groot, Alice. Maar kleintje. Die is kleiner. Niks kleins? Nee? Dan ben je wel heel nat, hè? Zo, Alice die heeft haar uitstapdeken aan. Maar ze is lekker, hè? Lekker gezwommen, hè? Ja. Dus nu mag ze eten. Ze zijn nu op de scholen aan het staken, dus ik ben even wezen shoppen. En ik heb een nieuw hostelletje voor Bel. En wie gaat dat betalen? Ik. Ja, hè? Misschien moet je de rest ook even laten zien. En zouden... Nou, ik bedoel eigenlijk meer van je hoofdstel. Je ziet nu alleen de frontriem. Nou, kijk, ik heb een mooie roze frontriem. Ja. Heb ik een... Engelse neusriem. Neusriem. En gewoon weer springteugels. Ja. En met dit maatje? Shetland, denk ik. Ja, het is een Shetlander maat. Klopt. Ik vind het wel jammer dat hij niet bitloos is. Nou, bitloos is, dat komt hierna wel weer. Ja, goed idee. Kijk,
Het begint al een echte YouTube-pony te worden. Ze durft al voor paal te staan. Nee, een beetje gek met die oren. Het is een beetje gek met. Misschien kan het tussen je oren wel. Dan ziet het er iets. Eén oor. Ja, één oor. Nou, dan ziet ze er wel iets gezelliger uit. Wow, yo man! I'm the man! De pony dan. En Fadi is bezig kundig een hoofdstel in elkaar te zetten. Ja. Kan ze wel, hè? Nou, ze staat nu een minuut of zeven in de stapmolen. En volgens mij. Ze heeft nu ook een keer omgedraaid. Snapt ze het allemaal wel. Alle twee mijn paardjes in de bak. En ik buiten de bak. Volgens mij doe ik iets fout. Nee hoor. Lekker hobbelen. Allebei springles. Tenminste, de ene heeft volgens mij toch dressuurles gekregen. Ook al vroeg ze om springles. Dus ik weet niet wat ze daarmee gaan doen met die grote. Dat zien we zo wel. Ja, die is wel heel leuk.